Dit slaat helemaal nergens op hoe jullie met ons omgaan. Pardon, pardon meneer. Wat pardon? Hoe ga je als steward of stewardess om met agressieve passagiers? Ja, dat zie je in deze aflevering van Vlieglab. Ja, je ziet het al eens voorbij komen, agressieve passagier in een vliegtuig. Give me your off this goddamn plane! Ik vraag me af hoe je in zo'n crisissituatie nou een beetje kalm kan blijven. Nou, ik denk dat je sowieso veel meer moet kunnen dan alleen kalm blijven. Ja, nou, jullie thuis hebben ook meegedacht. Zo denken jullie dat je degene moet afleiden of inderdaad kalm blijven en rustig moet praten. Nou, gelukkig hebben we ook twee experts, namelijk Peter en Kelly, die deze vraag voor ons vandaag gaan beantwoorden. Peter, we hebben het vandaag over agressieve passagiers. En nou ja, ik weet dat je in het vliegtuig steward en stewardess hebt, maar je hebt ook een purser. Maar ik weet niet het verschil tussen die twee. Wat is dat? De purser is eigenlijk de leidinggevende in de cabine. Dus die geeft eigenlijk de leiding over de cabinepersoneel en houdt eigenlijk gewoon de cabine in controle. In de zin van passagiers, speeches en dat soort zaken. Hij of zij zorgt ook voor de communicatie tussen de cabine en de cockpit. Dat is eigenlijk de purser. Dus eigenlijk de leidinggevende van de cabine. Maar als je straks hoog in de lucht bent, hoe deal je dan met een agressieve passagier? Nou, in zo'n situatie kun je drie reacties krijgen. Je kunt de fight, flight of freeze moment hebben. Wat houdt dat in? Nou ja, fight is dat je zo in je emoties zit. Het eerste wat je doet is er tegenin gaan. Dus echt daadwerkelijk vechten. Flight is eigenlijk zo snel mogelijk weggaan van de situatie. Dat kunnen we natuurlijk aan boord niet, want ja, ik kan niet zomaar even halverwege uitstappen. Dus die optie is wat minder waarschijnlijk. En de laatste is dat je gewoon... Niet weet wat je moet doen. Dat je stil blijft staan, dat je echt gewoon in shock zit, zou ik zeggen. Ja, en dat moet je proberen natuurlijk te voorkomen. Het mooiste zou zijn als je eerst eventjes zo, wow, even op me in laat komen. En daarna de confrontatie aangaat. Maar als jullie willen, kunnen we dat misschien wel even gaan proberen. Ik denk dat ik in de fight modus ga, maar we gaan het meemaken. Oké. Laten we het doen. Nou, welkom jongens. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb begrepen dat jullie graag willen oefenen met agressie aan boord. Door middel van een trainingsacteur. Klopt dat? Ja? Zin in? Ja, spannend wel. Je bent heel zenuwachtig. Nou, wat we dan gaan doen is, jij begint zo direct, je gaat het vliegtuig in, daar zit de acteur al klaar. Dan krijg je een casus, waar ik niks over ga verklappen. Ik ben er ook bij aan boord, ik ga wat aantekeningen maken. Hetzelfde doe ik voor jou. En dan gaan we kijken wie van jullie heeft gewonnen. En kies ik de winnaar van de steward van Transavia. Nou, ik moet nu wel de eer. Ik zit wel lekker in die flight modus. In de flight modus. Ik werk hier, ik moet het winnen. Als het toch zielig. Ja, dat wordt heel zielig. Ik wens jullie heel veel succes en sterkte. Ja, dankjewel. Succes, Noah. Doei. 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 Zit hier lekker? Goeiedag. Ja, hallo. Ja. Mooi. Goeiedag. Meneer! Goeiedag. Ja, dit slaat helemaal nergens op hoe jullie met ons omgaan. Pardon meneer. Wat pardon? Ik laat iedereen netjes instappen, kom ik als laatste, kan ik mijn eigen bagage niet hier boven mij kwijt. Ik wil u heel graag helpen, maar we hebben hier nog meer mensen en ik wil heel graag u helpen, dus laten we kijken wat we kunnen doen als oplossing. Oplossing, dat zeg ik net. Jullie gaan niet goed met je passagiers om. Ik ben zo netjes en ik wacht tot iedereen ingestapt is. Kan ik met u tot een oplossing komen als u met mij normaal kunt praten? Wat bedoel je dan met normaal? Dat we op een normale, rustige manier met elkaar kunnen communiceren. Daar doe ik mijn best voor. Super. Dat doe ik mijn best om. Ik ben even een beetje geëmotioneerd. Dat snap ik. Snapt u dat? Dat snap ik heel goed. Ik zit hier, ik denk, ik wil mijn bagage kunnen, maar mijn bagage ligt helemaal achterin. Maar kan ik hem niet hier hebben dan, die bagage? Nou ja, het lastige is dat ik dan dingen moet gaan verplaatsen. En dat wordt tijdens de vlucht een beetje lastig. Ja, zie je, en dat bedoel ik nou. Dan ben ik zo aardig en laat ik iedereen instappen en dan ben ik er zelf de dupe van. Man, ik paal hiervan. Welke kleur heeft uw tas? Hij is beige, groen beige is die. Hij ligt helemaal achterin. Zit er iets specifieks in wat u nu nodig heeft? Ja, dat heb ik nu nodig, ja. Oké. Okay. Dat heb ik nodig, anders kan ik niet rustig vliegen. Oké, okay. Ik ga voor uw tas halen. Ja. En dan gaan we even kijken wat erin zit, wat u nodig heeft. En dan gaan we kijken of hier nog ruimte is. Heel mocht graag. Mocht dat niet zo het geval zijn, dan wil ik u bij de landing heel graag helpen met het krijgen van uw bagage. Dat zou heel fijn zijn, meneer. Dat maakt een hoop meer goed. Dank u wel. Gelukkig. Nou, ik ben zo bij u terug. Ja, dank u wel. Kijk. Ja, super. Nou, fijn super, dat de tas super. In ieder geval terecht is. Wat is uw naam eigenlijk? Mijn naam is Peter. Hi Peter, mijn naam is Noah. Ja, hallo. Zo.
Lukt dat zo? Ja, precies. Dit had ik gewoon even nodig. Ik was vergeten mijn medicijnen te nemen. Dus, Wilt u daar een glaasje water bij? Ja, dat zou heel fijn zijn, ja. Gaan we natuurlijk regelen. Ik ben zo bij u terug. Ja, dank u wel. Zo, bent u verder oké? Ja, nu ben ik een beetje gerustgesteld. Ja, ja, gelukkig. Mocht er dus nog wat zijn, druk alsjeblieft op de bel. Ja, dat ga ik doen. Ja. Dan kom ik direct naar u toe en dan wens ik u in ieder geval nog een prettige vlucht. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Bent u oké? Ja? Ik mag bij Transavia als steward aan de gang. Dankjewel voor deze sollicitatie. Dat bepaal ik ervan. Oké. Hoe ging het? Het eerste wat je bij jezelf moet doen is de situatie kalmeren. En vervolgens tot de kern van het probleem komen en dan samen tot die oplossing komen. Ja, mooi dat je dit gedaan hebt op de manier waarop je het gedaan hebt. Je kwam heel toegankelijk op mij over. Hè. Je had een hele open houding. Je maakte contact met mij. En ik voelde de welwillendheid om met mij dit gesprek aan te gaan. En dat voelde al heel prettig. Dus daar sta je al 1-0 voor. Je blijft super rustig. Dat vind ik echt wel knap. Je wil wel continu tot een oplossing steeds komen. En daarna dacht je, oké, dit werkt niet. Toen bleef je heel even kalm. Je liet hem even uitrazen. En toen zei je ook van, die bagage, zit er iets in dan? Dat vroeg je. Ja. Toen dacht ik echt, oké, supergoed. Want wat is het probleem? Wat zit er in die bagage? En dan was kerst op de tafel, nog wilde daar een glaasje water bij. Je bent ook nog service gericht. Ik neem hem mee in je sollicitatie. En je rond hem netjes af met als ik nog iets verder kan doen, kunt u een belletje klikken en nog een prettige reis. Jeetje. Ik heb het overleefd. Ik heb het overleefd. Nou Wouter, het is jouw beurt. Gaan we. Meneer! Ja, hallo. Ik ben nu al helemaal klaar met Transavia, want dit staat helemaal nergens op hoe jullie met je passagiers omgaan. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, ik mijn bagage kan ik niet kwijt hier boven mijn hoofd in mijn bagagebak. Mijn bagage ligt helemaal achterin. Maar dat is toch geen probleem? Wat is dat probleem dan? Ik tijdens de vlucht misschien wel iets eruit wil halen, omdat ik het nodig heb. Maar ik heb het er helemaal niet op dit. Maar u kunt toch een stukje naar achter lopen als de signalen uitstaan, dan kunt u weer naar achter lopen. Ja, dan kan ik naar achter lopen, maar het zou toch veel handiger zijn, veel klantvriendelijker, als mijn bagagebak, als dat gewoon hierboven zou zijn. Ja, zoals u kunt zien is het aardig druk. Het is helemaal vol, hebben ze me verteld. Ja, klopt. En dat de reden is dat mijn bagage niet bij me kan zijn. Maar ik heb spullen nodig uit mijn tas. U kunt toch gewoon de spullen pakken uit die tas die je nodig heeft? Oh ja, en af en toe moet ik vastzitten en dan kan ik niet naar achter, terwijl ik het wel nodig heb. Als de signalen uitstaan, dan kunt u opstaan. Ja, dat bedoel ik. Ja. Wat bedoel ik dan? Ik moet bij mijn tas kunnen. Waarom schreeuwt u eigenlijk? Wat is het probleem? Wat het probleem is, dat leg ik u net uit. Ik heb mijn medicijnen nodig. U hoeft niet te schreeuwen. Ik trek dit allemaal niet hier. Ik trek dit niet. U bereikt hier niks mee op deze manier. Echt totaal niet. Zul ik anders even uw tas voor u pakken? Dat ja, heel graag. Dat zou heel fijn zijn. Oké, als u rustig blijft zitten, vind ik dat geen probleem. Oh, mijn tas ligt helemaal achterin. Groenbruin is die. Hè? Maar in het achterste bagagevak hebben ze me gedaan. Achterste bagagevak, dat is goed. Als u weer vast maakt, dan ga ik aan de slag. Ik blijf hier. Oké. Zo meneer, daar ben ik weer. Gelukkig, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Mag ik u vragen wat u gaat slikken? Heeft u de bijsluiter toevallig die ik mag lezen? Meneer? Nee. Oké, I'm too late. Hoeft u mij niet ofzo? Jawel hoor. Ik doe even een dubbel checken, dat is maar raar. Maar gelooft u mij niet? Jawel hoor. Kan ik die tas hier halen? Nee, want we gaan nu opstijgen. Dus we gaan de tas weer terug doen in het vak. Dat kan ik voor u doen, dat is helemaal prima. Dan hou ik deze bij me. Dat is goed. Super, dank u wel. Oké, graag gedaan. Zit hier in hetzelfde vak, dan kan ik hem straks weer vinden. Zeker weten. Oké, super. Kan ik u verder ergens mee helpen? Nee, nu ben ik goed. Nu ben ik goed, dank u wel. Oké, dan wens ik u een hele fijne vlucht. Dank u. En ik hoop dat de kalmeringspillen werken. Ja, hoop ik ook. Oké. Hoe ging het? Het ging eigenlijk wel goed. Het is toch altijd een beetje spannend als je niet weet wat voor situatie waar je in belandt. Even checken, ben je nog boos? Ik ben nog wel een beetje boos. Ja? Ja. Ik ben nog een beetje boos en ik werd aan het einde weer een beetje boos gemaakt. Omdat jouw opmerking, ik hoop dat de kalmeringstabletten werken, die kwam een beetje cynisch eruit. Ja. Shady. Had je begrip voor waarom dat hij zo boos was? Dat
Nee, het eerste waar ik aan dacht is deze man zit aan de drugs of die heeft iets heel heftigs. Waarom? Omdat de reactie zo dusdanig heftig was, dat zie je ook al vaak terugkomen. Daarom wilde ik hem eerst controleren op wat hij zou nemen. Dus ik zat er eigenlijk was iets te ver in mijn hoofd al dan daadwerkelijk gewoon vragen wat er aan de hand is. Wat zit er dan in die tas dat hij nodig heeft? Toen dacht ik, ja, vraag door, waarom heeft hij die tas nodig? Ja. Nou, het zijn medicijnen. Oké, en toen zei hij, rustig aan, gaat helemaal goed komen. Dat geeft wel vertrouwen in de passagier, want dan laat je wel zien van, oké, weet je, ik wil je wel helpen. Het oplossingsgerichte is fijn om te merken, maar ik ben er nog niet zo snel klaar of zo vroeg klaar voor in het gesprek. Weet je? Mm-hmm. Omdat ik eerst, ik heb eerst nodig een soort van bevestiging dat jij mijn situatie begrijpt. Ja. Wil je hem 2 geven? Iets van begrip had, denk ik, de situatie sneller doen deescaleren. Ja, eens. Ja. Hoe heeft Noel het gedaan? Daar komen we straks bij. Oké, spannend. Op een schaal van 1 tot 10, hoe heftig was deze voor jou? Maar 8. Ja? Ja? Nou ja, in het begin even schrikken. Wat had jij dan? Had jij dat niet? Bij mij ging het wel goed. Vind ik het wel goed? Ja, ik vond het echt wel goed. Daar is ze alweer. Hier ben ik alweer. Ik zie jullie allebei nog lachen, dus het is allebei goed gegaan. Ja, bij mij was Peter uiteindelijk gewoon rustig. En bij jou? Ook. Ja? Ja? Was nog een klein beetje boos? Klein beetje, maar nou ja, zo zou ik het doen gewoon. Op basis van de uitkomst, dus hoe boos is Peter nog, heeft vandaag Noah gewonnen. Gefeliciteerd. Maar bij jou was hij gewoon nog boos. Dat ik moet gewoon die cursus maar bij jou volgen dan. Ja, of bij ons. Dus mochten jullie nou nog van beroep willen switchen, dan meld je vooral aan en kom gezellig bij ons werken. Kom morgen bij je langs. Okay. Ja, ik ook. Thanks Kel voor, voor het helpen. En tot de volgende. Ja. Ik hoop dat je een beetje wijzer bent geworden door deze aflevering over hoe onze stewards en stewardessen omgaan met een agressieve passagier. En de volgende keer gaan we naar de beveiliging. Want wat mag je nou eigenlijk allemaal meenemen als je gaat vliegen? Denk je dat je bijvoorbeeld een scheermesje mag meenemen in je handbagage? Laat het weten in de reacties als jij het antwoord weet. Vond je deze aflevering nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal en als je nog een vraag hebt, laat het dan achter in de comments. Tot de volgende keer. Doei!